Zo serio. Ja, ken je Pixie? Ja. Mijn naam. Wij zijn de Instagram live uit vandaag. Ik graag even spotten. Ja, dat wel. Oké, Jos? Ja. Remco Evenepoel, deze ronde van Zwitserland is op papier een heel zware rittenkoers. Is het zaak om je temperament een beetje in te houden de eerste dagen? Ja, allee, hangt er altijd vanaf natuurlijk, want een aankomst als vandaag kan ook altijd verraderlijk zijn. Bij een klim zonder afdaling op het einde, dat is altijd een speciale finale. Maar het is wel duidelijk dat ik zo weinig mogelijk energie moet verspelen tot komende vrijdag. En dan is het gewoon 3 dagen volle gas. En, ja, het zal belangrijk zijn om gewoon niet in de problemen te komen, ambetante situaties mee te maken in de dagen ervoor en voor de rest ja, proberen te genieten ook. Hè. Ja, in welke mate is deze ronde van Zwitserland een volgende stap voor jou? Je kunt niet blijven volgende stappen altijd maken. Hè. Op een bepaald moment moet je ook gewoon weten dat je er moet staan om te presteren. En ik denk wel dat ik met Luik en met Noorwegen, dat ik een heel goede flow heb te pakken en ik hoop die gewoon door te trekken naar deze week. En, we hebben een heel sterke ploeg. Ik denk dat iedereen in ondersteuning gaat staan van mij en ja, dat maakt het toch wel een beetje anders koersen. We weten dat het niet moet, maar dat het toch voor de eerste keer echt wel met het idee is dat er een hele ploeg rondom mij staat om om een goed klassement te behalen. En dat zorgt er wel voor dat ik hier met veel vertrouwen sta en met veel vertrouwen dat de ploeg erin gelooft. Wat vond je van de ploegenpresentatie gisteravond? Had het een Zwitserse charme voor jou? Het was gewoon een ambetant uur vooral. Dat we een vroege massage, terugkomen meteen eten, dat was niet echt ideaal, maar het is voor iedereen. En, het is gewoon altijd leuk dat je ziet dat de koers enorm geapprecieerd wordt in een land. En dat is hier zeker wel het geval, denk ik. Toch nog tijd gehad om het voetbal te bekijken bijvoorbeeld? Ja, maar het was geen vette, hè. Kan gebeuren. Merci Remco, succes. Ja, dankjewel. Succes, hè. Ja, tot ziens.